Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. We zeggen het elke Eucharistieviering tijdens het Eucharistisch Dankgebed. Eigenlijk een heel straffe uitspraak. We verkondigen uw dood alsof dat goed nieuws is. Maar we gaan focussen op een ander deel van die acclamatie. Tot gij wederkeert. Is namelijk een element dat in de lezingen van volgende zondag sterk aanwezig is. We worden opgeroepen om als wachters uit te kijken naar de terugkomst van Jezus. Aan het einde van de tijden is dat, weten we. En dat te doen met vreugde. Meer nog, dat uitkijken naar Zijn wederkomst te laten bepalen hoe wij op dit moment kijken. Naar het heden, naar de realiteit waarin we leven. Dat een bril te laten zijn om elk element van ons bestaan betekenis te laten krijgen. Die houding, want dat is het, die attitude, is centraal in het leerling zijn van Jezus vandaag. Wij leven uitkijkend naar zijn wederkomst. En. De lezingen verbinden dat met de figuur van Abraham. Abraham die in de Hebreeënbrief naar voren wordt geschoven samen met Sarah, zijn vrouw, als het prototype van de gelovigen. En de Hebreeënbrief benadrukt dat zij vertrokken zijn, alles hebben achtergelaten, hun leven dus helemaal afgestemd hebben op hetgeen ze van God als belofte hebben ontvangen. Zonder ooit tijdens hun leven de vervulling ervan mee te maken. En dat is een element dat systematisch terugkomt in het Oude Testament. Denk aan Mozes, die op pad wordt gestuurd met het volk naar het beloofde land, maar zelf er nooit een stap binnen zet. Gelovige mensen zijn degenen die zodanig vertrouwen op het woord van God dat ze hun leven daarop afstemmen. Zonder dat ze daar ooit een voldoening van krijgen, een, een ultieme voldoening bedoelen we dan. Geloven is hopen op hetgeen komt. En vanuit die hoop vieren, vol vreugde leven. Kijk hoe het boek Wijsheid in de eerste lezing daar de nadruk op legt. Hoe vreugdevol de verwachting mensen kan maken. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij vrezen zijt, is een vreugdevolle acclamatie in de Eucharistie. We hebben net dan Jezus woorden van het laatste avondmaal gehoord. We zijn getuigen van het feit hoe Jezus zijn eigen dood aankondigt, maar tegelijkertijd in die aankondiging. Toekomst schept. Doe dit om mij te gedenken. In de Eucharistie komt Hij aanwezig als degene die zijn leven geeft, maar ook als degene die verrezen voluit leeft met zijn leerlingen en met hen op weg gaat naar de voltooiing, zijn ultieme terugkeer. Het is altijd een beetje afwachten. Of in de Eucharistie iets van die vreugde voelbaar is, of mensen die werkelijk ervaren. Het is altijd afwachten of als die acclamatie gezegd wordt, of als ze gezongen wordt, iets van die vreugde ook hoorbaar is en zichtbaar op het gelaat van gelovigen. In hoeverre zijn wij wachters die met vreugde uitkijken, vol hoop? Naar hoe Jezus opnieuw onder ons zal zijn, fysiek, en voor eens en voor altijd het Rijk Gods, de stad van vrede en gerechtigheid zal realiseren. We moeten blijven oefenen, denk ik, als Eucharistie Vierende Gemeenschap, om te groeien in die heel diepe vreugde. Misschien een uitnodiging om alvast volgende zondag. Met iets meer verwachting en hoop, vertrouwen en blijheid de acclamatie uit te spreken of uit te zingen na de consecratie.